Nigel Bertrams, de laatste keer dat je in het Radflare speelde, denken we liever niet aan terug. Dat is al twee maanden, iets meer dan twee maanden geleden. Er zitten wel even een periode tussen, hè, volgens mij. Ja, klopt inderdaad. Uh, ruim twee maanden alweer. Maar uh, ik kijk ernaar uit om morgen weer uh, terug te keren. Ja, je terugkeer was eigenlijk in Rotterdam tegen Excelsior. Hoe vond je het zelf gaan tegen Excelsior? Um, in, het in het begin vond ik het toch nog wel een beetje wennen. Maar uh, ik denk dat ik het, uit het uiteindelijk heb, uh, goed heb opgepakt. En uh, ja, de nul, dus ik was tevreden. Ja, een belangrijke clean sheet. dat was ook alweer even geleden voor Nak volgens mij. Ja, de laatste was VVV als ik het me goed herinner. Dus uh, nee, zeker een belangrijke clean sheet. Uh, toch een punt te kunnen meenemen, want het had toch ook uh, anders kunnen aflopen. Dus uh, nee, ik heb er zin in om morgen de lijn door te trekken. Als je kijkt naar de defensie voor jou, uh, die, die wisselt nog wel eens vanwege blessures, schorsingen uh, hier en daar. Is dat lastig voor een keeper of hou je daar eigenlijk helemaal niet mee bezig? Ik ben uh, eigenlijk met alle jongens nu al gewend te spelen. En uh, we trainen iedere dag gewoon met z'n allen samen. Dus uh, ik weet wat ik van de jongens kan verwachten. Goeie week achter de rug, nak zijnde. Herakles gewonnen 6-1. Uh, Excelsior, een goed punt. Dan krijg je nu AZ op bezoek. Uh, hoe kijk je naar die wedstrijd? Want dat is toch wel een van de best voetballende ploeg van Nederland. Ja, klopt inderdaad. Uh, het zal een hele moeilijke wedstrijd gaan worden. Maar uh, we hebben een goede trainingsweek achter de rug weer. En het is gewoon ons doel om de punten in Breda te houden. En we hebben er altijd het vertrouwen in. Uh, als, als keeper kijk je natuurlijk naar de aanval van AZ. Uh, Weg staat daar Jan handbaks. Uh, wat verwacht je van die, uh, van die ploeg en hoe kan je dat als defensie zijn het beste op, oplossen? Ja, ik heb gehoord dat ze regelmatig uh, per wedstrijd op goal schieten. Dus ze moeten eigenlijk heel scherp zijn. Veel uh, proberen de schoten te blokken en uh, de coaching zal goed moeten zijn. En natuurlijk, ik, uh, ik moet ook scherp zijn op de, op de, op de juiste momenten. Dus uh, nee, ik verwacht een uh, moeilijke avondje, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja, het is weer een avondje nak voor jou. Lang geleden hopen op een betere afloop. Ja, inderdaad. Gaan we wel voor. <laughs>